Mijn achterband is namelijk plat. Tijd om hier verandering in te brengen. Ik ga nog even een t-shirt aan doen. Al veel beter toch? Ik zie er al veel wakkerder uit. Tada! Misschien een knoopje erin. Dat heeft er trouwens nog niet getoond, maar dit zijn een aantal punten voor mijn roadtrip door het Verenigd Koninkrijk die ik ga bezoeken. En zoals je kunt zien, hebben we er veel te maken met Harry Potter. En nog Schotland moet ik ook nog doen. Omdat mijn bril krassen begint te vertonen, ga ik op zoek naar een nieuwe bril. Ik heb nu 4 brillen besteld bij Ace & Tate voor een home try-out. Dus dat gaan jullie zien in de vlog als ik die binnenkrijg. Ik weet niet of je dit kan zien, maar er zitten echt wel krassen in. En verder lijkt het eigenlijk ook wel de vuilste bril op aarde, maar er zitten ook krassen in. We zijn onze vlogs aan het inplannen. En ondertussen ben ik aan het luisteren naar Queen. Want ja, dat moest wel gebeuren achter de film Bohemian Rhapsody van gisteren. Ik ga krakotjes met tomaatjes en smeerkaas eten. En ondertussen kijk ik een video van Beauty Class. Het is nu ongeveer 20:40 en dat betekent dat ik moet vertrekken naar mijn werk. Waarom klink ik zo verdrietig? Omdat ik met de fiets moet, omdat ik gisteren mijn sleutel heb teruggevonden. En ik heb nog altijd een gewone fiets en nog een slechte gewone fiets, omdat ik te broke ben om een elektrische fiets te kopen. Hey. Het is nu iets voor 6. En zoals je kunt zien, ben ik niet aan het fietsen, maar ben ik aan het wandelen. Mijn achterband is namelijk plat. En de zon zit in mijn gezicht, daarom kan ik niet goed kijken naar de vlogcamera. Ik ben ondertussen aan het luisteren naar Becoming van Michelle Obama. En ondertussen wandel ik naar Ieper. En Zellebeke Ieper lijkt niet zo ver, maar om te wandelen is wel te ver. Zeker als je niet erop voorzien bent, zeg maar. Oh wel. Ik heb ook al een paar keer 7 kilometer gewandeld of zo. Toen ik in het middelbaar plat viel met mijn fiets. Maar nu is het wel echt extreem veel dat ik plat val. Want het is nu de tweede keer dat ik plat val. Ik ben nog geen 10 keer of zo met de fiets geweest. We hebben een soort fietsverzekering bij mijn ouders thuis. Maar tegen dat die mensen hier zijn, ben ik al bijna niet meer. Oké, ga verder wandelen. Hey, ik sta hier in het kerkhof. Hier komt mijn zus mij ophalen. Dan gaan we vanavond zien naar mijn ouders thuis. Dus dan ga ik misschien daar gaan slapen vannacht. En terwijl ik wacht, ga ik gewoon verder luisteren. Hey, doordat ik plat ben gevallen met mijn fiets, ben ik hier terecht gekomen. Dit is het ideale moment om een tuintour te doen. Als jullie deze vlog kijken, de gewone vlog, ga dan even hieronder vind je het linkje van de tuinvlog. Als je de tuinvlog kijkt, hieronder vind je het linkje van de gewone vlog. En hier zit ik in het stukje appelboomhaard. Mijn een vriendin van mij, die aan de kanten van Leuven woont, vindt trouwens dat onze tuin altijd zo groot lijkt. En dat is ook wel zwaar dat de tuin van mijn ouders redelijk groot is in vergelijking met de tuin van de meeste mensen. En hier heb je echt al zo'n herfstig tafereel. Ja, zo dat kunnen door de weersveranderingen, alleen de opwarming van de aarde. Afsluiten.
Mijn luisterboek. Nog bijna 4 uur over in dit boek. Ik ben hier even blijven zitten in een boomhaard om wat TikToks te maken. En nu ga ik op zoek naar mijn insectenhotel. Omdat ik wil weten hoe het daarmee gaat. Hazelnootjes. Zijn die lekker, hè? Hey, Piep. Dag, Poes.